Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag zitten we op Frusky Factions. Mafia is het momenteel en ik ben hier samen met Kees, yo man. Yo! En ja, jongens, dit is de eerste keer dat jullie Kees horen in een video. Jullie kennen hem van Icraft en jullie kennen hem ook van de oude HF serie met mij en Kees. Ik zet wel een aantal linkjes in de beschrijving, ook nog maar 600 subs of zo. Maar het was wel super grappig. Dus als je die noob serie van ons wil zien, nou, een paar linkjes staan in de beschrijving. En drop zeker even een like omdat Kees er is. Laat ook even in de comment achter wat je van deze serie vindt. Het is een duo serie, we gaan heel veel trappen en al dat soort dingen. En ik ga ook een vroegrank weggeven, dus drop ook zeker even een like als je die vroegrank wilt gaan winnen. En ook even een comment waarom. En dan ja, abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Druk op dat belletje zodat je een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video upload. En tot de volgende clip. Let's go. Oké, wees ready om weer te spleven. Go! Oké, blok het weer op. Zover ik kan. Hey, homo's. Yo, hij is erin geprot, hij is erin geprot. Ik kom. Woep. Oké, heb je hem? Ja, we kunnen makkelijk 2v1. Oké. Fuck. Ga er weg. Hij is zijn helm is gepopt. Pak alles. Oké, ik heb... Wat heb jij? Ik heb helemaal niks. Oké, ik heb de helft denk ik. Ik heb wel zijn flamebow, dus ja. GG. Oh fuck, hij zit in mijn base. Oké, hoe ga ik dit doen? Ja, blijven gappen. Oké, ik heb je moet door een klein probleempje. Oké. Dit is wel goed. Hij heeft ook een fireboog. Oh shit, dat is niet goed. Oké, we gaan het dan gewoon zo doen. Kijk, blijven gappen. Holy shit. Oké. Hoe de fuck ga ik dit doen? Oké, dan doen we het zo wel. Oké, dit is goed.
Oké, jongens, we hebben hem trapped. Hij kan letterlijk niks meer. Ik verwacht gewoon dat hij zijn set gaat droppen. Ik heb hem. Drop maar. Deze guy heeft het geprobeerd. Het is hem gelukt om in te blokken, dus ja, hij dropt momenteel alles. Gaps. Oké, okay, stuur. Ja, we gaan even wachten tot hij SS heeft gestuurd ook. Sword, bow. Oké. Okay. Rot. Oké, okay, daar komen de dingen al. Oké. Okay. Oké, okay, mag voor mij wel gewoon gaan. RIP. Nou ja, GG. Nope. Hier. Wat zeiden ze tegen jou? Doe base voor ons open, dan killen we Gerlof. Doe het, doe het. En blok jij dat meteen daarop, oké? MS-schema, oké. Hij is... Zeg MS-schema, oké. Okay. Ik kan ze ook splieven. Nee. En misschien een van hun oké okay dan. Ze gaan niet met z'n vijven in die bezem, dan zijn we rippen. Nee, eentje moet. Hier, laat die op die man. Ze zitten hier met z'n drieën. Nou, eentje per imper dan. Je moet het proberen zo min mogelijk in te laten. Jongen, weet je hoe moeilijk dat is? Eentje gaat purlen. Kijk, ze gaan nu allemaal purlen. Hier, laat eentje purlen dan. Yo! Daar zit eentje in. Blok jezelf in, blok jezelf in. Krit hem er gewoon uit. Kijk, lekker. Yo, blijf gappelen. Blijf gappelen, Kees, gappel. Hij target jou, hij target jou. Oké, lekker. Hoeveel heb je? 22 gaps. Oh, lekker hoor. Oh. What the fuck? Oké, nou ja. GG. Oké, mensen, we hebben hier een hele gang van Snowski. En als het goed is, willen ze een setje geven. En misschien Snowski een drop maar. Only you in. Oké, okay, Kees, afstand. Oké, hij geeft me... Goh, oké, zitten er twee. Ah, deze twee guys die zijn wat jong. Oké, ze geven mij een full pot 4 unbreaking 3... Allemaal goede shit. Zelfs een flameboog. Holy shit, dit zijn echt goede spullen. Shoutout naar Snowski en naar Chef Patat voor hun family friendly donation. Oké, mensen. Stapelgek heeft een donatie voor mij. Ik zou zeggen, Stapelgek. Even kijken. Oh, hij dropt het al. Oké, ik ben benieuwd wat hij heeft. By the way, jongens, dit had ik zo net al uit mijn keys. Holy shit, dit is echt heel veel stuff. / AC. Dit allemaal even in doen. Holy shit, allemaal pot 4 gear. Holy shit, het is echt een insane donatie. Dankjewel Stapelgek voor jouw donatie en zijn faction member Killy Flocky. Shout naar jullie twee. Op naar de volgende clip. Oké, mensen, Vim Pietersen heeft een donatie voor mij. En misschien Vim Pietersen. Gimme. Oké. Holy shit, hij geeft me super veel diamond ores. Toevallig... Kees en Lara nu ook aan het uitminen. Lara is momenteel een miner in de faction. Die wou heel graag gaan minen voor ons. Dus ja, ik dacht, waarom niet? Holy shit. Deze guy die geeft me echt superveel. Ik drop even wat in mijn chest. Dus al deze diamond ores die geeft hij aan me. Dat is echt bizar. Hier, ik doe even wat meer in mijn ender chest. Dit is echt bizar veel. What the fuck? Holy shit. Dikke shout-out naar Finn Pietersen, man. Shout naar hem. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij het einde van de video. Ik kan de base niet heel goed laten zien.
Ik, hier, dit is de base. Even snel, want deze guy, die wil me killen, denk ik. Dit is Lara, ze zit, of hij zit tijdelijk in de faction. Hij mined alle diamonds uit. Nou, dit is de pet room. Oh. Oh god. Oké, zo. Nou, dit is de pet room. Dus kom lekker naar mijn base toe als je in de pet room wil. Dan gaan we naar beneden toe. Nou, dit is gewoon allemaal stuff en shit. En de chest, gewoon twee pickaxes. Dit zijn alle setjes die we hebben gefixt. Uit traps, uit donaties. Ik denk dit tot traps. En dit is allemaal gedoneerd. Dus shout naar de mensen die hebben gedoneerd. Ja, eens even kijken. Nou, dan hebben we hier ook allemaal nog trap dingen en zo. Laat ik wel een andere keer zien. Drop zeker een like op deze video. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. En dan zie ik jullie vast bij een volgende video. Later.